VC Oudegem begint aan het nieuwe seizoen in een uitverkochte en sfeervolle sporthal. De tegenstander is nieuwkomer Kalmthout. Op papier een makkelijke klus, maar in volleybal weet je nooit. En dat blijkt ook zo. Halverwege set 1 staat de thuisploeg op achterstand na dit knappe punt van de promovendus. De huidige bekerwinnaar herpakt zich dan toch en wint uiteindelijk de eerste set met 25-17. En ook de tweede en derde set zijn voor Oudegem. 25-20 en 25-13 zijn de uiteindelijke setstanden. 3-0 voor Oudegem dus en zo een goede start van het nieuwe seizoen. Ja, het resultaat is zeker goed. We hebben de 3 punten gepakt. Maar dat was ook wel de insteek voor de wedstrijd. Dus ik ben voorzichtig tevreden over hetgene wat ik heb gezien. Maar ik besef ook wel dat we nog heel veel werk hebben. En dat er ons echt wel nog heel veel andere ploegen en een ander niveau staat te wachten. En dat bal zal belangrijk zijn om het niveau dat we vandaag hebben getoond toch wel steeds te verbeteren en elke wedstrijd beter en beter te doen. En dus worden er binnen de ploeg al ambities uitgesproken voor het komende seizoen. De ambities vooral nu richting play-off 1 werken. Korte termijn spelen we al direct onze eerste bekermatje. Dus dat zou leuk zijn als we terug als bekerwinnaar terug voor de beker mogen spelen. We kijken ook uit naar het Europees, daar we vorig jaar al hebben gespeeld. Dat was wel leuk, dus daar kijken we zeker naar uit en willen we zo ver mogelijk doorstoten.